René, wat zul jij zwaar de P erin hebben van al die gemiste kansen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk heb je daar de P in. Maar uiteindelijk moet je naar onszelf kijken. Dat we zelf niet naar ons toe hebben weten te trekken. Ja. Niet naar je toe weten te trekken. Zit het dan vooral in het afmaken van die kansen of meer dan dat? Nee, veel meer dan dat. Kijk, uiteindelijk als je kijkt wat we wilden is... Dus Go Ahead snel onder druk zetten. Dat is ons gelukt, denk ik, eerste fase van de wedstrijd. Redelijk aan de bal vond ik ons een beetje te laag tempo. We vonden Sander van der Streek te weinig. En als we hem vonden, dan vond ik dat Sander ook te veel tijd nodig had om goed te handelen. Ja, Bart had daar meer in kunnen betekenen. Juist op momenten dat hij tussen de linies zo hard kunnen komen. Ja, daar hadden we meer uit kunnen halen, de eerste helft. En ja, des te wranger is het dat de eerste moment dat Go Ahead bij ons in de 16 is, dat wij niet in de bal verdedigen. En dat we maar iemand gewoon vrij laten om in de 16 te kunnen schieten. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Dat is dan één moment waarin de scherpte er niet is. Nee, dan verdedigen we niet op de bal. En dan is het gewoon veel te makkelijk. Als je nou kijkt naar die kansen in de eerste helft. Oké, een bal op de paal, maar ook al die scrimmetjes en dat soort dingen. Die de neutrale toeschouwer prachtig vinden, maar jij natuurlijk niet. Waar zit dat dan in? Is dat puur een stukje geluk, een stukje vertrouwen? Nou ja, die scrimmetjes zijn natuurlijk leuk. En alleen uiteindelijk moet je dan afdwingen dat je daar een goal uit maakt. Uit zo'n situatie, uit een rebound. En dat had gekund. Kijk, en dan maak je het jezelf ook een stuk makkelijker. En als je dat bedoelt met van de momenten gebruiken en benutten die er komen, ja, dan heb je gelijk. In de tweede helft had ik verwacht dat Go Ahead, dat heeft nog 90 minuten in de benen van de beker. Utrecht gaat nu een stukje dominantie vinden. Waarom is die echte dominantie uiteindelijk niet gekomen, zoals jullie denk ik ongetwijfeld wel hadden gehoopt? Nou, ik vond dat we juist prima begonnen na de rust. En ook uiteindelijk wel de dingen deden die we de eerste helft minder goed deden. Dat we wel via goed positiespel richting hun 16 kwamen. Kwamen we een aantal keren gewoon heel gevaarlijk. En denk aan de kans van Sander van der Streek bijvoorbeeld. Daar had al een goal kunnen en moeten zijn. En uiteindelijk dwing je ook af op die manier dat je wel op 1-1 komt. En ik vind juist daarna dat we juist datgene wat we dan goed deden vergaten. Goed te spelen. Dus te weinig de voorwaarden creëren om uiteindelijk in het midden weer het overtal te creëren. Waardoor veel in lange ballen kwamen. Lange ballen, duels. Waarin we dan een aantal momenten niet goed doordekten. En daardoor Go Ahead nog een aantal keren op onze helft kon komen en gevaarlijk kon worden. En dat mag ons natuurlijk niet meer gebeuren. En daarmee hebben we na de 1-1 die dominantie niet kunnen doorzetten. Kun je hier nou een bepaalde conclusie aan verbinden? Ook als je een heel klein beetje kijkt naar de ranglijsten en de ambities en de dingen die jullie nog hebben voor de komende weken? Ja, de conclusie is gewoon heel simpel dat je vandaag onnodig op 1-0 achterkomt. En dat je dan alle zeilen moet bijzetten om uiteindelijk 1-1 gelijk te maken. En dan ben je op zoek naar om de wedstrijd te winnen. Maar dan spelen we niet goed genoeg. Dus dat zal beter moeten om uiteindelijk wedstrijden te winnen. Want dat is ons vandaag niet gelukt. En ja, daar moet je alleen maar naar kijken naar nu. En uiteindelijk gaat het om de volgende wedstrijden. Om dat weer verder te brengen. Om weer meer punten te halen. Hebben jullie als staf vandaag, denk je wel, wat extra vastigheden gezien, automatismes, aangezien jullie nu al een tijdje met een bepaalde kern het aanvliegen wat betreft de baas zelf? Jawel, een aantal dingen hebben we zeker teruggezien. Maar wat ik zei, eerste helft in een te laag tempo en in de handelingen niet goed genoeg. Tweede helft veel beter. Maar ook, ik val in herhaling, maar dan heb je na de 1-1 dat we die voorwaarden en die mogelijkheden eigenlijk te weinig creëren. Waardoor je eigenlijk hun niet kapot kunt spelen en gebruik kunt maken inderdaad van de situatie dat zij al wat meer minuten in de benen hebben dan wij.